Het machtige Schnitzer is neergestreken in Francorchamps. Het team van Charlie Lam komt er de potente BMW M3 GTR klaarstomen voor de 24 uur van Francorchamps en die van de Nürburgring. BMW heeft trouwens vandaag zijn teams bekendgemaakt voor de etmaalkoers op de ring. Duncan Huisman is opgeroepen door Motorsport, net als Jörg Müller. Voorts krijgt ook de Amerikaan Boris Seid een zit naast Hans Stuck. De veteraan bemant met Dirk en Jörg Müller de eerste GTR. De tweede is voor Huisman, Seid en Pedro Lamy. De M3 GTR, die vorige week al in Hockenheim getest werd, is een evolutie van de machine die in 2001 in de American Le Mans-series de GT-klasse won, tot de GTR verbannen werd onder druk van Porsche. BMW gaat de GTR ook inzetten in de 24 uur van Francorchamps. Maar om een plek te krijgen op de grid, moet de GTR deelgenomen hebben aan het kampioenschap van het land waar de 24 uur plaats hebben. Daarom komt Schnitzer naar de Belcar. Zeker al voor de Spa Euro Race en vermoedelijk ook voor de Belcar-koers op de Nürburgring. Vandaag was een Belcar-vertegenwoordiger samen met iemand van de RACB trouwens in Francorchamps om over de Belcar-deelname te onderhandelen. En de kans bestaat nu zelfs dat Schnitzer op het einde van het seizoen ook deelneemt aan de Belgian Masters op zolder. Ook Marc Duwé kwam even langs. Duwé was jarenlang een vaste rijder bij Motorsport. Boris Seid vertegenwoordigde BMW al in de American Le Mans-series en is nu actief in NASCAR. De Nederlander Duncan Huisman wordt meer en meer een vaste waarde bij BMW. München heeft Huisman dus aangetrokken voor de Nürburgring.